De First Lady van India, Savita Kovind, heeft een bedrag van $10.000 toegezegd aan de Mithil School. Vergezeld van de First Lady van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldering, bracht de Indiase First Lady een bezoek aan de Mithil School. Mevrouw Bouterse bracht toen naar voren dat de Mithil School een heel belangrijke rol heeft. In de moderne wereld van vandaag kunnen kinderen met een beperking een plaats krijgen in het arbeidsproces en we bereiden hen voor, omdat speciaal onderwijs zeer vereist is, zei de First Lady. I think that the talents of the children with a disability should be explored and I believe that a special school like the Mithil School is the best place to find out talent and interest of children with a disability. They will be prepared to grow up in a society and live a life in dignity and respect just like any other child in my country. This school was established on October 10, 1966 and has the same structure as the regular school and it is fully being run with help of donations of national and international institutions and organizations. Being dependent on donation and volunteers, the chairperson and staff are facing a challenge every day to run the Mithil School. In my endeavors to secure a future for children with a disability in Suriname, I am confident that any challenge can be solved with strong cooperation, dedication, patience, and most of all, love. We have received your love today, First Lady, and I am grateful that you consider to donate to this institution and assist the Mithil School financially. On behalf of the school and my country, I wish to thank you and your government for this kind gesture. Thank you. Tot zover First Lady Ingrid Bouterse-Waldering. Ze sprak tijdens het bezoek aan de Mithil School. De First Lady van India, Savita Kovind, heeft de Mithil School een donatie van $10.000 toegezegd. De schoolleiding is blij met deze geste en heeft al bepaald waaraan dit bedrag besteed zal worden.